Dit zijn wel echt gigantische dingen, jongen. Hop. Dit is een friend of mine, he's missing. I haven't seen him. Sorry. You haven't seen him? No? Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Deze Keer Nieuwsgierig. We hebben met mijn goede vriend Bram. Bram, we hebben dit artikel gevonden. Ja, en dat gaat dus over een Turkse man die ladderzat was en zijn vrienden waren hem ineens kwijt in de kroeg. Maar wat was nou het verhaal? Er was een hele politiezoektocht naar deze man. En hij dacht, ik ga die agent even helpen met zoeken. En er was dus niemand bij die dacht, hey, misschien... Dit is de guy die we zoeken. Ja. Ja, en hier is dus ook een nieuwsgierige vraag uit voortgekomen. En dat is... Herken je een vermiste persoon als die recht voor je neus staat? Dit is een hele goede vriend van mij, dit is Bram Bossum. Ja, hij is een klein beetje ook in de war. Jeetje. Ja. Wat naar. Als u hem ziet, laat het weten. Oh, het in de gaten. Ik woon hier, dus... Helemaal top. Helemaal top. Dan fijne dag nog. Dankjewel. Ja, oké. Oplettende burger. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik ook. Bedankt. Tot ziens. Dit is gewoon identiek jij, oké? Je haar is wat nat. Ja. En je hebt een onbloot bovenlichaam. Voor de rest, je hebt precies hetzelfde ringbaardje, dezelfde kop. Ja. Er is niks aan veranderd. Ik plak ze hierop en de mensen die voorbij komen lopen, die ga ik aanspreken met, hey, ik ben een vriend van mij is vermist. Zou je een oogje in het zeil willen houden? Hij dwarrelt hier nog wel eens rond. Heeft hij wel eens vaker gedaan. En jij staat iets verderop en groet die mensen dan weer. Ja. Nou, hoeveel man gaat je herkennen, denk je? Ik denk helemaal niemand. Maar ik hoop dat er in ieder geval wel eentje is, toch? Nou, we gaan het zien. Hey, mag jij wat vragen? Ja, heb jij toevallig in deze buurt deze jongen gezien? We zijn hem al een tijdje kwijt. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, want hij dwarrelt hier nog wel eens rond. Maar we kunnen nu al een week kunnen we al niet meer bereiken en ook niet thuis vinden. Dus, Nee, ik heb hem niet gezien. Nee? Nee. Oké, okay, nou hou een oogje in het cel. Misschien top. Dankjewel. Meisje met een koffertje in de beige jas, die moet je hebben. Hoi. Die loopt gewoon door. Had ze het door? Het was een hele ongemakkelijke hi, hoi. Maar ze dacht niet, ik herken die gast ergens van. Nee, helemaal niet, hè? Helemaal niet, nee. Ze vond het wel heel erg dat je vermist was. Gelukkig. Maar goed, ze heeft je niet gevonden. Nee, nou nog maar eentje. Nog maar een keertje. Heb jij deze jongen toevallig laatst nog gezien in deze buurt? Nee. Als je hem ziet... Is goed, man. Ja, houd het even in gedachten. Ja, dankjewel. Daar komt Bram, achter de boom. Met zijn koptelefoon op. Misschien is dit te klein. Misschien staat je gezicht er nog niet duidelijk op. Nee. Is het toch? Nee, dus ik zat te denken, we gaan het nu gewoon proberen. We gaan meer aandacht trekken. Ja. We gaan gewoon op een A0. Echt groot. Je hoofd op het T op deze paal. Dit zijn wel echt gigantische dingen, jongen. Hop. Mevrouw, mag ik het vragen? Zou je een oogje in het zaal willen houden? We zijn hem al een tijdje kwijt. Ja, zeker. Ga je nog hier hebben, toch? Ja. Dankjewel. Deze vrouw heeft nu gewoon oprecht het telefoonnummer opgeslagen wat eronder staat. Ik kan me niet voorstellen dat zij hem niet gaat herkennen. Ik ben heel benieuwd. En ze herkent hem niet. Ze keek me echt in mijn ogen aan. Ze keek je recht in de ogen aan? Ja, het was bijna romantisch. Ze heeft zelfs jouw nummer opgeslagen, gast. Ja. Ze was echt betrokken. Ja, echt? Ja, ze heeft goed naar je gekeken. Kijk hoe groot je hier hangt, ja, gast. Dat is niet normaal. Je hebt hetzelfde armbandje heb je om wat je daar ook om hebt. Ja. Je wordt niet herkend. Nee, bizar. Laten we het nog maar een keertje gaan proberen. Want dit is toch wel erg treurig. Dus Bram. Bram, die raken we wel eens kwijt, maar nu iets langer dan normaal. Dus, ja? Ja, is goed. Top, dankjewel als je erop let. Maak even een foto. Ja, maak maar een foto van hem. Dat is misschien wel handig. Ga ik doen en ik hoop dat ik hem kan vinden. Dankjewel, fijne dag. Ze heeft net 10 seconden geleden een foto van hem gemaakt. Je moet hem herkennen. Je herkent hem niet! Hoe kan je hem niet herkennen? Dit is toch ongelooflijk? Ja, kijk hoe groot je hier hangt, gozer. Dit kan toch niet? Nee. Ze heeft zelfs een foto van jou genomen. Ja, echt? Die laatste chick heeft een foto hiervan genomen. Ja. Jij komt daar 10 seconden later kom je tegen.
Niks. Zij zitten ze op de telefoon, we lopen op elkaar af. Ze kijkt me aan, ze kijkt weer naar de telefoon en ik bleef haar aankijken. Dus ze keek gewoon naar de foto. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ja, ik vind het ongelooflijk. We hebben het zelfs geprobeerd hier met zo'n grote poster. Ja. Mensen herkennen hier niemand als je vermist bent. Ik denk dat we nog meer aandacht moeten trekken. Maar dan een hele andere setting. Nu gaan we het iets spannender maken. Ik wil wat meer contact met mensen. Ja, wordt ook iets moeilijker. Ja, en ik ga ervan uit dat we hiermee wel mensen die me gaan herkennen. Ik mag het hopen, want jij gaat werken hier bij een cafeetje. Jij gaat mensen serveren, maar die mensen heb ik eerst al geflyerd dat ik dus Bram Bossum kwijt ben. Vervolgens help jij ze de hele avond en dan ben ik benieuwd of ze weten dat degene die op een tafel ligt, ook degene is die hem serveert. Precies. Wat denk je? Nou, dat moet wel. Ja, dat moet toch wel. Ja. Hey, mag je heel kort iets vragen? Natuurlijk. Ik ben naar iemand op zoek. Dat is hij, als je hem ziet. Ja? Ja. Hoi. Ja, ik ben naar iemand op zoek. Die is helemaal een tijdje kwijt. Oh, weet je? Sinds wanneer? Nou, sinds 1 oktober al. Hij is al vaker weg, maar nu is het nog wat langer. We gaan, Bram. Het is toch onmogelijk dat ze hem niet herkennen? Dat kan toch niet? Kijk u eens. Alsjeblieft. Jij was nog naar wens. Top. Winkel in de etalage ophangen. Ja, is goed. Er komen veel mensen, dus hangen we in de etalage. Top. Dan worden er door meer mensen gezien. Dankjewel. Ja? Ja, dankjewel. Je hebt nu het eerste contact met mij met hun gehad, hè? Ja. Zij is gewoon zelfs nog even naar mij toegelopen. Ja. Want zij gaat die flyer die ik aan haar heb gegeven in haar eigen winkel hangen. Er komen veel mensen langs. Ze is betrokken. Ja. Jij hebt haar al in de ogen aangekeken. Zeker. Ik vroeg of alles naar wens was. Dit is toch ongelooflijk? Er komen daar nieuwe mensen zitten? Ja. Dan ga ik bij hun zo nog een flyertje brengen. Mag jullie het vragen? Ja. Als jullie hem zien, want wij zoeken hem, zou jullie... Zoek maar een tijdje. Er zitten weer nieuwe mensen op het terras. Ja. Ik heb hun ook een flyer gegeven. Ja. De flyers liggen allemaal op hun tafel. Ja. En maak lekker een praatje. Er moet lekker veel interactie zitten die hem gaat herkennen. Ja, dus dat moet. Ga even lekker babbelen en dan kijken of ze herkennen. Want ze hebben de foto hebben ze voor liggen. Ja. Ja, ik hoor goed. Ik ga de eerste mensen die hebben jou nog niet herkend. Nee, echt gelijk. Hi, wat kan ik voor jullie inschenken? Ik wil een witte wijn. Ja. Mag ik een duvel? Ja, helemaal goed. Ja, alles nog naar wens? Ja. Kan ik wat voor jullie inschenken? One glass of white wine. Ja. Mag ik een rode wijn? Een rode wijn? Ja, zeker. Komt eraan. Alsjeblieft. Ik zit heel erg naar die foto te kijken en dan naar jou. Welke foto? De foto van het kaartje wat we zo net gekregen. Oh. Ja, wel van mij weg, hè? Ja. Ja. Grappig. Is het possible to like them this all? Yeah, sure. Yeah. I go add something, someone inside. Okay, yep. Hadden ze je door? Nou, hij vroeg het. Dus alleen zij hebben het door? Tot nu toe wel, ja. Maar die andere twee, drie, vier, hebben het niet door. Nee. Even een babbeltje gemaakt. Iedereen zou het eigenlijk moeten zien nu. Dat is toch zo raar eigenlijk? Ja. Zo, alles naar wens geweest? Top. Ja, jullie kwamen hier vaak, hè, hoorde ik van mijn collega's. Mijn nieuw was mijn eerste dag vandaag. Ik heb net nog een heel gesprek gehad met die man. Die vrouw heb ik echt 100 keer gezien, gesproken. Ze hadden geen idee gewoon. Bram, wat kunnen we concluderen? Dat mensen toch wel heel veel moeite hebben met iemand herkennen die vermist is. Ja, het was er maar één. Ja. En je had nu veel meer contact met de gasten dan in de eerste setting. Ik denk dat we gewoon nog één ultieme laatste poging moeten doen. Net zoals het nieuwsbericht in de Turkije. Die gozer ging voor zichzelf zoeken, dus ik heb wat geregeld. Komt-ie. Ik heb dit. Wat heb je dat goed geregeld, Joost? Ja, dus ik zat te denken, jij mag lekker jezelf gaan zoeken. Ja. En dan kijken of mensen jou kunnen vinden. Ik kan me niet voorstellen dat ze jou nu niet gaan herkennen. Ik zou zeggen, zet hem op, jongen. Dankjewel. Het wordt één grote zoektocht. Komt goed, man. Hoe ga je dit doen? Dat is even zien. Ik ben wel benieuwd. Doe eens even voor bij deze man.
Meneer. Meneer? Hi. It's a missing person. Yeah? Go look for him. Hij had wel door, toch? Hij lacht. Ja? Hi, mag ik jou even een flyertje meegeven? Een vriend van mij is vermist. Dankjewel. Ik zou zeggen, Gabby, zet hem op, zoek jezelf. Ja, komt goed. Vind jezelf. Ik ga mezelf vinden. Top. Bram! Mag ik jullie een flyertje meegeven? Dus een vriend van mij die is vermist. Mag jou een flyertje meegeven? Een vriend van mij is vermist. Mag jullie een flyertje meegeven? Vriend van mij is vermist. Vriend van mij is vermist, man. Vriend van mij is vermist. Nee? Ja, hier in de buurt? Ja, dat is hier in de buurt. Hij kwam hier vaak. Mag ik jullie een flyertje geven? Vriend van mij die is vermist. Mag ik ook aan jou meegeven? Ja. Yes. Dankjewel. Dat is een friend of mine, he's missing. I haven't seen him. You haven't seen him? No? What the fuck, man. Niemand even door. Hey, Brammy, ik denk dat het wel duidelijk is. Het zijn er echt maar een paar die je herkennen. Dit is toch niet normaal? Dit is toch ongelofelijk? Dit is echt niet normaal. Zullen we gewoon de nieuwsgierige vraag beantwoorden? Want die was heel simpel. Herkennen mensen een vermist persoon als ze recht voor hen staan? Nee, blijkbaar niet. Verreweg de meeste niet. Ja. Nee. Ik ga even verder op zoek naar mezelf. Ja, jij bent helemaal de weg kwijt. Ja. Ja, volgende week zijn we gewoon weer terug. Ook heeft Bram zichzelf dan wel gevonden. Ja, ik en... Oh, je volgt hem, hè? Ja. Bram Bossum. Vind mij op Instagram. Het Bram Bossum. Vind mij. Dit is hem inderdaad. Volgende week zijn we gewoon weer terug. En zie je dan. Later.